Vanavond, heel fijn weer dat u er bent. We gaan misdrijven oplossen. We beginnen meteen met een live verbinding met de meldkamer van de politie. Afgelopen woensdag is er geschoten bij een overval op een juwelier in Breda. Vanavond meer informatie over de auto van deze daders. Er zijn beelden. Woensdag rond 11 uur liepen twee mannen naar de ingang van de juwelier, House of Bert De deur daar is standaard gesloten. Je moet worden binnengelaten. Vandaar dat deze mannen zich niet konden vermommen. Al lijkt de kuif van die ene hier achter staat wel heel wildig, mogelijk een pruik. Die mannen zijn binnengelaten, dan zien we ze echt goed en dan zien we ook de man uh, achter al grijpen naar zijn broekspand om daar een wapen uit te halen. Ja, meneer van Hoydonk, uh, daar in de meldkamer. Wat is er daarna gebeurd? Ja, bij die deur van uh, jullie House of Partij staat een uh, beveiliger. Nou, die moest natuurlijk eerst uh, worden uitgeschakeld. En dat gebeurde met uh, grof geweld. Die bewaker werd met een wapen hard op zijn hoofd uh, geslagen. Liep daarbij dus enkele hoofdwonden op. Ja, en daarna konden die handlangers gewoon naar binnen. Ja, en die handlangers die kwamen met een auto daarmee uit de richting van de Baroniel aan voorrijden. En dan zien we deze mannen... Dit zijn de handlangers met bivakmutsen, grote tassen binnenstormen. Op dat moment waren er negen mensen daarbinnen. Er is ook geschoten. En deze mannen zijn, nadat ze sieraden hadden gepakt, weer weggegaan met de golf die we net al zagen. Uh, en Meneer Van Orden, het is eigenlijk heel opvallend, die hebben ze heel snel weer achtergelaten. Klopt, op hemelsbreedte 200 meter hebben we die auto teruggevonden. Dat was op een parkeerplaats aan de Nieuwe Ginnekenstraat. Nou, vrijwel zeker zijn de daders daar overgestapt in een ander voertuig. En daar zoeken we dus nog getuigen van. Mensen die hebben gezien dat die auto daar is weggezet. Of mensen die hebben gezien hoe ze van daaruit verder zijn gegaan. Nou, inmiddels weten we ook wat meer over die golf... Want die auto, net als de kentekenplaten die erop zaten, was in Amsterdam gestolen. En dat is gebeurd op maandag 4 maart in de vroege ochtend, dus dus twee dagen voor de overval. En die auto is weggenomen vanaf de Vogelstraat, en dat is bij het New Century Hotel. En dat gebeurde tussen 2 uur s'nachts en kwart over elf s morgens. En dat betekent dus dat die overvallers, of in ieder geval mensen die bij deze overval betrokken waren, in Amsterdam moeten zijn geweest. Nou, we hopen natuurlijk dat er mensen zijn in Amsterdam die daar gezien hebben, ja. Hier nogmaals uh, de beelden van de daders. dus uh, op het gezicht van deze mannen, niet op de haardracht. Heel apart natuurlijk dat je jezelf zo duidelijk laat filmen. Uh, en ook bijzonder deze mannen, meneer Van Ouden, zijn dus nog niet herkend. Ja, dan hopen we toch natuurlijk dat ze iemand uh, bekend voorkomen of dat ze toch gezien zijn in Breda, Amsterdam of elders in het land. Want ze moeten toch in de afgelopen dagen ergens verbleven hebben. Nou, we hopen op tips, meneer Van Hooydonk. En voor u thuis, als u nu 086070 belt, dat is uiteraard een gratis nummer. Dan komt uw informatie meteen op de juiste plek uh, terecht. We zijn er live. De mensen van de opsporingstiplijn van de politie zitten nu voor u klaar.